Zeg, hoe zijn die in feite mee bezig daar in Brussel? Hoe zijn die feitelijk mee bezig, zeg? De onvrede, je voelt dat, groeit overal. De onvrede over wat er gebeurt in Brussel, de onvrede over politiekers die vooral met zichzelf bezig zijn, in plaats van met de sociale noden van de bevolking. De onvrede over politiekers die het land willen gijzelen, die het land willen blokkeren, die het land zelfs willen splitsen, terwijl we net nood hebben aan samenwerking. Ons land wordt in de tang gehouden door politici die met zichzelf bezig zijn en toneel spelen enerzijds, en politici en separatisten die het land willen splitsen anderzijds. En wij moeten uit die tang geraken. Wij hebben nood aan vooruitgang. Wij hebben nood aan een sociale oplossing. En waar hebben we het dan over, beste vrienden en kameraden? We hebben het over menswaardige pensioenen. We hebben het over toegankelijke zorg. En we hebben het over eerlijke belastingen. Maar we hebben het ook over meer samenwerking in het land en een einde aan de graaipolitiek. En een einde aan de politieke privileges. En daarom organiseren wij een mars voor een andere politiek. Een mars op 1 maart in Brussel. Een mars tegen diegenen die willen verder doen zoals ze nu bezig zijn. Maar ook een mars tegen diegenen die het land willen splitsen. De grote colère. Wij willen dit land wakker schudden, kameraden.